Bij het kenmerkend aspect de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen hoort ook het nationalisme. En in deze video gaan we eens kijken naar wat het nationalisme precies is. En we zien ook meteen een goed voorbeeld uit tijdvak 8, de 19e eeuw, van het nationalisme in de praktijk. Als Duitsland in 1871 één land wordt. Maar nationalisme is niet iets van alleen tijdvak 8. Nationalisme zien we ook al eerder in de geschiedenis. Als Willem van Oranje bijvoorbeeld in de Nederlandse opstand zich tegen de hertog van Alva keert, probeert hij zoveel mogelijk Nederlanders achter zich te krijgen door juist dat Nederlanderschap te benadrukken om ze zo af te zetten tegen de Spanjaarden. En hij maakt dus ook gebruik van nationalisme. Maar goed, nationalisme begint dus echt op te komen in die 19e eeuw, zeker in de eerste helft als de romantiek op komt zetten. En de romantiek is een kunststroming die eigenlijk ingaat tegen de ideeën van die verlichting. En die verlichting zagen we in tijdvak 7 en dat waren die lui die uitgingen van het rationalisme. Alles kon met het verstand beredeneerd worden en dat zou voor grote vooruitgang zorgen. Ja, en de romantici die vonden dat dus niet, want wij mensen zijn meer dan alleen ons brein, vonden zij. We hebben ook een gevoel, we hebben ook hartstochten. En de romantiek zegt dan dus ook dat dat eigenlijk het mens zijn bepaalt. Gevoelens zijn belangrijker dan gedachten, vinden zij. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed terugkomen in de romantische kunst. Maar ook het nationalisme komt er eigenlijk uit voort. Want het nationalisme, ja, dat is vooral ook eigenlijk een gevoel. Nou, wat is dat dan, dat nationalisme? Nationalisme, dat gaat uit van voorliefde voor het eigen volk. En ik heb er klein bij gezet en de eigen natie. Daar kom ik dadelijk even op terug. We onderscheiden twee vormen van nationalisme. Het cultureel nationalisme en het politiek nationalisme. Nationalisme begint dus als een gevoel. Het is vooral een cultureel iets. Wat zijn daar de belangrijkste kenmerken van? Nou ja, taal is heel bepalend voor wat iets tot een volk maakt. De Nederlandse taal, dat is een duidelijk kenmerk van het Nederlandse volk. Dat onderscheidt ons van bijvoorbeeld het Duitse volk. Ieder volk heeft dan ook een eigen cultuur, zeggen nationalisten. En sommige mensen gaan zelfs zover door te zeggen dat ieder volk een eigen volksgeest heeft. Dat wil zeggen dat Nederlanders in principe een ander karakter hebben dan Engelsen. En de Fransen hebben weer een ander karakter dan de Duitsers bijvoorbeeld. Dat is die volksgeest waar sommige nationalisten van uitgaan. Maar wat alle nationalisten in ieder geval doen, is terugverwijzen naar de geschiedenis van hun eigen volk. Die is belangrijk. Italiaanse nationalisten zijn bijvoorbeeld heel erg trots op de tijd van het Romeinse Rijk. Want toen waren de Romeinen, een Italiaans volk, het belangrijkste volk ter wereld. Nederlandse nationalisten die verwijzen bijvoorbeeld graag terug naar de tijd van de Gouden Eeuw, van de Republiek. Daar kun je als Nederlander trots op zijn. Nou, uit dat cultureel nationalisme ontstaat uiteindelijk ook een politiek nationalisme. En dan komen we terug op dat kleine bijzinnetje en de eigen natie. Wat willen politieke nationalisten namelijk? Die willen dat ieder volk een eigen natiestaat heeft. Een eigen land met een eigen bestuur met duidelijke eigen grenzen. Daar heeft ieder volk recht op, zeggen politieke nationalisten. En hier zien we een kaartje van Europa in 1815. En dan zie je al een aantal duidelijke natiestaten, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje. Maar je ziet ook op de plek waar nu Duitsland ligt, dat daar nog geen sprake is van een natiestaat. Daar zien we allemaal losse gebiedjes. En daar gaan we nu eens even naar kijken. Want pas in 1871 wordt Duitsland één land. Al die losse gebiedjes zijn allemaal onafhankelijke Duitse staten. Er wordt bijvoorbeeld wel de Duitse taal gesproken, maar ze hebben allemaal een eigen bestuur. En de grootste staat van allemaal is die gele staat, dat is Pruisen. En Pruisen gaat in die 19e eeuw razendsnel industrialiseren. En op een gegeven moment gaan ze dan spoorlijnen aanleggen om hun producten te kunnen vervoeren. En dan stuiten ze op een probleem, want ze zitten al snel in een ander Duits staatje. Komen ze aan de grens, moeten al die producten gecontroleerd worden, moeten er weer invoerheffingen betaald worden. En dan gaan ze weer door naar het volgende Duitse staatje, een tiental 100 kilometer verderop of zo. En dan is het weer precies hetzelfde. Dat is dus niet bevorderlijk voor de handel van die industriële producten. Daar wil Pruisen van af. En dan nemen de Pruisen dus ook het initiatief om er iets aan te gaan doen. Ze willen meer economische samenwerking. Ze willen af van die invoerrechten. En daarom wordt er in 1834 uiteindelijk een zogenaamde Zollverein opgericht. Een douane-unie. Producten tussen Duitse staten hoeven nu niet meer per se gecontroleerd te worden aan iedere grens. En er hoeven ook geen invoerrechten meer betaald te worden. En de Duitse staatjes gaan dus economische samenwerking aan. Maar het blijven losse onafhankelijke staatjes. En er zijn wel steeds meer stemmen gaan erop voor ook echt politieke samenwerking, tot uiteindelijk Duitse eenwording. Ja, dan is de grote vraag, wie hoort daar dan allemaal bij en wie niet? En daar zijn heel veel discussies over, maar eigenlijk komt er weinig van de grond tot de jaren 60,
van de 19e eeuw. En dan moet ik even deze man erbij gaan halen. Otto von Bismarck. Hij is de kanselier van Pruisen. Zeg maar de minister-president van Pruisen. En hij heeft een ideaal. Hij wil een grote Duitse staat vormen. En hij gaat er dan ook alles aan doen om alle Duitse staatjes achter zich te krijgen. En oorlog is daar een geschikt middel voor. Zo wordt er een kleine oorlog gevoerd tussen Pruisen en een aantal andere Duitse staatjes tegen Denemarken. Die wordt gewonnen door die Duitse staatjes. En zo lokt Pruisen ook een oorlog uit met Oostenrijk. En die wordt ook gewonnen door Pruisen. Na die overwinning op Oostenrijk wordt in 1866 de Noord-Duitse Bond opgericht. En dat is eigenlijk al een verbond van de noordelijke staten in dat Duitse Rijk. Maar dan zijn die zuidelijke staten er nog niet bij. En dat wil von Bismarck ook. Wat doet hij? Hij lokt een nieuwe oorlog uit. In 1870 wordt het oorlog tussen Pruisen en Frankrijk. En Pruisen weet de andere Duitse staten achter zich te krijgen. En ze trekken samen ten strijde. En de Fransen worden verpletterend verslagen. En in 1871 komt er dan ook een einde aan die Frans-Duitse oorlog. Maar tegelijkertijd wordt in Parijs ook de Duitse eenheid uitgeroepen. En daarmee is Duitsland één land geworden.